komt de nieuwe wereldkampioen van het kickboksen uit Friesland. Had het aan Martin Terpstra van Dam Voortluid Wol. Hij is de eerste Friese kickbokser die het van de verneemde kickboxcompetitie Glory vjochtje mooi. Martin Terpstra! Martin Terpstra, je hebt nou bij de beste kickboxers van de wereld. En om vlot maar mij de door in hoes te vallen, hij kin ik van de beste van de wereld winnen. Kan hij ook van Rico Verhoeven winnen? Zeker, zeker. Ja hoor. Maar Safir, zou eerlijk maar weer wezen, is hij nog lang net. Eerst even weer weromsjen. Terpstra kickboxte vaar in Fusion. Krijgt één niveau onder Glory. En daar waart hij wereldkampioen. Binnen no time sloeg ik een rechterhoek hem neer. Kreeg je 8 tellen. En daarna, toen, na die 8 tellen ging weer tegen elkaar en sloeg ik hem daar weer neer. Dus zo had ik gewonnen in de derde ronde. En die emoties hing dan ik maar wat bijzonders te maken. Hij praatte leven net over, maar zijn heid kwam correct voor het helling van de vrouwtitel te verstaan. Nou ja, dat was met mijn vader. Die donderdag had ik die... kom ik er even niet uit. Toen had je die wereldtitel pakt? Ja, die donderdags was de crematie nog van mijn vader. En die zaterdags had ik die wedstrijd. Dus dat maakt het wel veel heftiger. Ja. Nou shot hij leven vooruit na het eerste gevecht bij Gleeks. Hoe groot is de kans dat je dat winst? Heel groot. Geen grootspraak. In theorie wint hij dat toernooi. Omdat daar ben ik zelf van overtuigd. Bij winst volgt dan de Grand Prix in december. Een toernooi dat eigenlijk zien wordt als de opvolger van het populaire K1 event wat Jetty in Japan organiseren waard. Kan hij die ook winnen? 100%. Er gaan al berichten op Versportsite dat Martin Terpstra het grote gevaar wordt. Ja, het droomscenario is dit toernooi winnen en dan het Achtmans toernooi winnen. Dan is al een hele grote droom uitgekomen. Dan gloot er toch ik nog een vrouwtitel onder de horizon. De vrouwtitel die nou in handen is van Rico Verhoeven. De nieuwe tegenstander van Rico Verhoeven die heb ik 3 jaar terug nog verslagen. Dus ja, wat niet kan. Martin Terpstra, u dan wat, kan winnen van Rico Verhoeven. Ja.